Het is dankzij de Nationale Partij Suriname dat mensen in het binnenland stemgerechtigd zijn geworden. Dit merkte partijvoorzitter Gregory Rusland gisteren op bij een openbare lezing met discussie in Groenjari, waarbij de uitspraak van het Constitutioneel Hof nader is belicht. De NPS heeft gemeend deze discussieavond te organiseren, omdat er veel gezegd en geschreven wordt over de ontwikkelingen rond het niet bindend verklaren van de Surinaamse kiesregeling. Onder andere in 1963 is geweest dat we een commissie hebben gehad onder leiding van ons partijgenoot Weiland Frank Esset, die heeft voorbereid dat de mensen in het binnenland mede stemrecht konden hebben in Suriname. Het is dus vanuit de NPS gegaan. En als ik me goed herinner, is de eerste Maron in het parlement van Suriname niemand minder geweest dan de heer Liefde, een NPS'er. Als gezegd wordt van sa NPS doet dat binnenland. En Sande, dat wordt geen systeem puur maakt die uit de mensen van het binnenland. Nogmaals, dat is absoluut niet zo, absoluut niet de bedoeling. Rusland zegt verder dat de NPS in zijn meer dan 75-jarig bestaan een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het onderwijsproces in het binnenland. Dit heeft gemaakt dat vele mensen in het binnenland tot het hoogste niveau onderwijs genoten hebben, meent de partijtopper. Partijgenoten, we zullen niet te veel uitweiden nogmaals. Maar als we denken aan Operation Grasshopper, komt ook vanuit de NPS om versnelde ontwikkeling van het binnenland teweeg te kunnen brengen. En ik zeg al, we zullen niet te veel uit, dat is voor een ander moment. Maar laat mij vanavond hier benadrukken dat aan het Donna NPS dat bepaalde ontwikkelingen niet goed of volledig tot stand zijn gekomen. Want ook wij zijn ontevreden over de positie van het binnenland op dit moment. Maar wij hebben niet de oorlog veroorzaakt, waar vernietiging van het binnenland heeft plaatsgevonden. Rusland stelt verder dat de Groene Partij niet alleen in het bestuur heeft gezeten na 1987. Hij stelt dat de meeste politieke organisaties die nu aan de macht zijn ook deel hebben uitgemaakt van het regime in die tijd. De voorzitter benadrukte dat de NPS met rust gelaten moet worden. Recentelijk zei vicepresident Ronnie Brunswijk dat vooral de NPS er baat bij heeft dat de kiesregeling wordt aangepast, omdat deze partij geen voordelen meer heeft aan het achterland. Het is de bedoeling dat het kiessysteem goed geëvalueerd wordt, meent Rusland. De inleider tijdens de lezing was Hugo Fernandez Mendes, die zoals eerder gesteld wederom heeft bevestigd dat indien het kiesstelsel en mogelijk de grondwet niet worden gewijzigd, er geen verkiezingen gehouden kunnen worden in 2025.